witte vogels fluiten van geluk. Maar de mist die hen bedreigt in hun eigen stad, het valt hun aan, verblind door witte lucht. Door de strijd de vogels trekken voort naar de heldere lucht, waar ze ademen, waar ze open kunnen ademen, want ze stikken in de mist . 2020 is het Beethovenjaar en is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Wij zouden nu Beethoven's 9e symfonie spelen, een werk dat gaat over verbroedering, verbinding en vrede. Een optimistisch stuk vol energie. Voor de pauze zouden 10 jonge mensen hun song schrijven en uitvoeren met het NNO over vrede en vrijheid. Ik ben blij dat we deze song met jullie kunnen delen.